Volgende spreker is Jan van den Berg. Jan is de initiatiefnemer van Limburg Straattheater en heeft ook iets te zeggen. Dankjewel. Ja, dames en heren, ik heb een heel persoonlijk verhaal. Eergisteren hoorde ik het verhaal van twee jonge Oekraïense vrouwen die hier werken als schoonmaakster. Ze zijn vanuit Geleen vertrokken naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïense leger. Drie jonge kinderen van hun, van 4, 7 en 10 jaar, bleven hier achter bij het gezin van hun baas. Jan, een Tsjech, eigenaar van het schoonmaakbedrijf. Hij heeft geprobeerd de vrouwen het plan uit hun hoofd te praten. Zonder resultaat. De twee moeders, 29 en 39 jaar, hebben zich aan het front gemeld in Kiev. De vaderlandsliefde en de onverschrokkenheid van Oekraïners heb ik leren kennen in de vele jaren die ik in het prachtige land heb mogen doorbrengen. In 1985 bezocht ik Kiev voor de eerste keer. Sindsdien heb ik van nabij kunnen volgen hoe Oekraïne zich heeft ontwikkeld. Van een grijze Sovjetstaat naar een bloeiend land met inspirerende, creatieve en hoog ontwikkelde inwoners die gepast trots zijn op hun vaderland. Als voorzitter van het Limburg Straattheaterfestival had ik het voorrecht en het geluk de artistieke wereld van Oekraïne te ontdekken. Gaandeweg bouwden we als festival een netwerk op met artiesten uit de circuswereld, opgeleid in de Internationale Circus Academy in Kiev. Wij selecteerden jong talent dat we de kans konden geven door hen onbekende wereld van West-Europa te ontdekken. En ons Geleense en Limburgse publiek ontdekte de kwaliteit, de schoonheid en de meeslependheid van artiesten uit een voor de meeste van ons nog onbekend land. Een van de hoogtepunten was de productie van Kiev Days, Kiev Nights, die we in 1999 hier op de markt in een circus tent hebben neergezet. Dit project van het Limburg Festival hebben we daarna ook met veel succes gepresenteerd in Duitsland, Engeland en Nederland. Zo openden wij een nieuwe wereld voor Oekraïense artiesten en voor het West-Europese publiek. Na mijn loopbaan als ambtenaar bij de voormalige gemeente Geleen ben ik samen met mijn collega Jeline Snijders verder gegaan met het samenwerken met de Oekraïne. Met de Circus Academy, het Nationaal Staatscircus en met organisaties in Lviv, Odessa, Dnipro en zelfs met Lugansk in de Donbass. Daarbij waren wij vaak lid van festivaljuries. Wij bleven Oekraïense artiesten werk bezorgen. En daarbij viel ons veel dankbaarheid ten deel. Nog niet zo lang geleden hebben we hier op de markt nog het Variété Festival georganiseerd, ook met verschillende Oekraïense artiesten. In de meer dan 40 keer dat ik Oekraïne heb bezocht, ben ik met name van Kiev gehouden. De stad van de Gouden Torens, met zijn fantastische architectuur, boulevards, parken
De witte strandjes langs de rivier de Dnieper. Mondijn geklede mensen met een aanstekelijke vriendelijkheid. Zonder brani en met een blije en trotse uitstraling. Steeds weer kreeg ik een bevoorrecht en gelukkig gevoel wanneer ik er op bezoek was. En dan de Oekraïners. Deze mensen zijn ongelooflijk trots op hun land. Wanneer je de Oekraïnse televisiezenders volgt, hoor je na iedere tweede zin de naam Oekraïne. De liefde voor hun land is grenzeloos. We hebben van daarbij de Maidan-revolutie meegemaakt. Het Oranje Tentenkamp op de Kreschatik. Dat is de belangrijkste straat in Kiev. Prachtig. Het onverschrokken verzet tegen de oproerpolitie. De Berkut, dat is politie. Dat zijn kerels die komen gewoon ergens, worden ze ingezet. Slaan eerst iedereen tegen de vlakte en vragen dan pas wat er is gebeurd. Berkut. We hebben daar ook de afschuwelijke slagpartij meegemaakt op het Maidanplein. Maar de geschiedenis herhaalt zich. In 1932-1933 was het Stalin die in Oekraïne een volkerenmoord pleegde. Met de Holodomor liet hij tussen de 3 en 8 miljoen Oekraïners verhongeren. En miljoenen boeren werden gedeporteerd naar Siberië. En dan te bedenken dat er zelfs nu nog Russen zijn die Stalin aanbidden. Met Poetin heeft Rusland een vergelijkbare en zeker zo gevaarlijke gek aan het roer. Een doldwaze KGB'er die nergens voor terugdeinst. Een oorlogsmisdadiger, ja, een oorlogsmisdadiger. Heel de wereld keert zich nu tegen hem. Laten we hopen dat hij zijn verdiende loon krijgt. En laten wij bidden voor Oekraïne en de Oekraïners. Slava Oekraïne!